helemaal en in de pan ook. En dan dit, hè. Mooi, kroon op het werk wat je tot nu toe geleverd hebt, hè? Ja, ik denk het wel, ik denk het wel. Ik heb vorig jaar die switch gemaakt om van de baan over te stappen naar de weg. En ja, alles loopt goed, hè. De sprint, vertel eens, die laatste 300 meter hier, de Diepstraat. Ja, ik zat voor de bocht, zat ik nog iets ver. En ik deed een sputje om toch bij de eerste drie op te draaien, want het is niet heel ver meer. En ja, die jongen van CSF die ging aan en ik kon naar het wiel komen en eigenlijk vrij makkelijk overkomen. Jullie ploeg had diverse pionnen, had ijzers in het vuur om er een eind aan te maken, om een overwinning binnen te halen. Van Poels, die ging op het laatste moment niet van start. Rob Ruig heeft het geprobeerd, heeft aangevallen. De andere mannen hebben het ook geprobeerd, kwam niks uit. Wat dachten jullie toen? Nou, wat dachten we toen? Die twee jongens reden lang op kop en ja, Visconti was normaal de rapste man in koers. Dus ja, we keken een beetje naar hem, zijn ploegmaat reed het gat dicht. En dan kon ik maximaal van profiteren. Kerel, ik vind dat je geweldig gereden hebt. Een prachtige sprint hier op het kasseiendek van IJzer gelegd hebt. Dat is je eerste, geloof ik, hè? Ja, de eerste, ja. Hartstikke mooi. Heel mooi. En de volgende? Ik sta maandag in het Baskeland en dat zal iets hoger gereden zijn. Maar de week daarna hoop ik de Amstel te kunnen rijden en dienst van. En dan, ja, dan zullen we zelf mijn wedstrijd wel komen. Ik wens je heel veel succes. Dames en heren, winnaar van vandaag. Kom op, kom op, kom op. Tim Lichthart. Ik ben er wachten tot de nummer 3.